In juli 2022 reden we de Wildmarksvegen, vertaald de wildernisroute. Deze route doorkruist Lapland en Jämtland en leidt je over het Stekenjokk plateau, Zwedens hoogst geasfalteerde weg. De complete route is 500 kilometer lang en loopt door de gemeentes Stromsund, Vilhelmina en Dorothea. De weg is in de jaren 60 aangelegd en heette aanvankelijk Stekenjokkvegen. Het was de interesse in de mijnbouw die het gebied bekend maakte. Halverwege de jaren 80 was er in de gemeente een daling van het aantal bezoekers te zien. Daarna startte de gemeente het project Wildmarksvegen over Stekenjokk, met als slogan de mooiste weg van Zweden. Het doel van het project was om dieren, natuur, watervallen, culturele bezienswaardigheden, wandelen en de lokale activiteiten op de markt te brengen. Wildmarksvegen kreeg een eigen brochure, kaart en logo. En het logo met een bergtop en een rode zon is nog steeds hetzelfde. In de winter sneeuwt het in het gebied en is een deel van de route afgesloten. We nemen je graag mee op onze mooie reis over de wildernisroute. Sold the house and we took the kids on the road where we found bliss, collecting adventures. We'll take you with us to explore in the north surrounded by the fjords, collecting adventures. Zo, goedemorgen. Het is koud voor de verandering. We hebben net de camper hier geparkeerd. Daar staat hij. Daar hebben we Kai. We zijn onderweg naar een waterval voor de verandering. De Viscom Violet. We hebben er vandaag drie. We hebben er vandaag drie op het programma staan. Ze zitten redelijk dicht op elkaar. Eén waar we nu zijn. En één trappetjeswaterval die van een soort van trap op gaat. De andere weet ik niet. Ja, nog eentje. En we willen vandaag... Het is koud buiten weer. Ja. Het is wel droog. Maar het snijdende wind, volgens mij is een graad of 8, denk ik. Ja. Ja, wat dat betreft boffen we niet met het weer. Maar goed. Je kan je erop kleden. En dan is het prima te doen. En we gaan eens even kijken bij deze waterval. Dus even een beetje zoeken naar waar we precies heen moeten, want we hebben niet op de officiële parkeerplek geparkeerd omdat die voor onze camper niet te doen was. Dus ik denk dat we nu dit paadje in moeten. We gaan het zien.
Doe maar, het is wild. Jouw haar is altijd wild. Ja, dat is nu wel heel erg. Zo, we zijn weer terug van de eerste waterval, de Viscon waterval. Heel tof. Dat was echt heel vet. Omdat je er dichtbij kan komen en bijna ernaast kan staan. De rotsen waren wel een beetje glad. Maar goed. Dit was waterval nummer 1. Nu gaan we even naar het dorpje Saxnas. En dan gaan we even boodschappen doen in ieder geval. Tank is ook nog in nodig. Ja, ik ga even tanken inderdaad. En daarna gaan we door naar de volgende, de hoe heet die? De Trapforsen heet die, geloof ik. Trapfors, ja, zoiets. Komen we nog op terug zo meteen. Komt straks gewoon in beeld als we er zijn. Nou, we hebben net even boodschappen gedaan in Saxnas en we zijn nu dus aangekomen bij de... Getankt ook nog. Getankt. Dat is lelijk. Als je dan een boodschap doet en tankt in één keer, dan is je bankrekening meteen leeg. Nou. Bijna. Bijna. Soort van. Het is duur. Laat daarop houden. Maar we staan nu dus geparkeerd bij de volgende waterval. En ik pak heel even mijn speakbrief erbij. De Trappenstegsforsen. En hij is super vet. We kijken er nu op uit. We gaan hier even lunchen. Maar ik zal vast vanuit de camper een klein beetje laten zien hoe die eruit ziet. Oh, even een gekke bek van Kai nog. Doeg, Kai. Kitty. Ja, deze is vet hoor. Maar straks meer. Zo, we hebben net geluncht. We gaan op naar de waterval. Hallo. Nou, dit was echt een hele vette waterval. Deze zie je natuurlijk al veel voorbij komen wel. Maar deze was heel tof. Vond jij ervan, Sam? Mooi. Mooi, hè? Het trappetjes waterval. Echt een super gave waterval. Super mooie. Ja. Heel mooi. Ja. Kijk, vond het zo mooi dat hij met zijn vest gaat gooien ervan. Wat gaan we nu doen? We gaan even kijken of we een pika kunnen doen hier in het restaurant. Grill. Staat de camper, want hier is de weg. Ik zag hem heel schuin aflopen. Ik dacht, daar gaan wij niet staan.
Daar gaan we niet vanaf. Het was gelukkig een parkeerhaventje hier zo. Dus we staan hier bij de P. Even de weg oversteken en ik ben heel benieuwd naar deze laatste waterval. Ook de allerlaatste van de wildernisroute. Maar aan alles komt een eind. Oh ja. Ik hoor hem al wel, jongens. Best prima dat we hier niet naar beneden zijn gegaan. Dat is een goeie. Het had wel gekund. Het is ook een hobbel de bobbel en daar wordt het gelukkig. Maar hier... En na een korte wandeling belanden we op een klein kiezelstrand waar hele mooie keilstenen liggen. Oh man, stikt hier van de muggen. Wat ik wou zeggen, dit was dus de laatste waterval van de dag en van de wildernisroute. Het was wel is oké. Alleen als je verwend bent door zulke mooie watervallen de afgelopen week, dan... Is die misschien niet heel super. Misschien zou je moeten beginnen aan deze kant. Maar nee, dat is niet waar. Dat is leuk. Kijk waar Kai blijft. Gaat het goed, Kai? Kai is al het lopen een beetje zat. Ik denk dat het wel goed is dat dit ook de laatste waterval was. Ja, ik wacht op jou. Wat is er? Ik heb last van de mugbulten. Ja, kom maar gauw dan naar binnen. Dan gaan we lekker de mugbulten insmeren. En na het bezoek aan de watervallen zijn we neergestreken op dit prachtige plekje. We hebben er behalve deze droombeelden niet gevlogd. Maar het plekje was zo mooi dat hij zeker in deze vlog thuis hoort. Goedemiddag. Wij zijn even een paar dagen op de camping. Jongens. Oh, Kai heeft iets gevonden. Twee hommelussen. Nee, dat is van Doenderkloempen. Dat is van Doenderkloempen. In Doenderkloempen zit ook nog een hommel en die heet Hommelus. En hier zitten twee hommelussen. Drie. Drie zijn het er. Wij hebben een tas zo vol met... ingrediënten, bakspullen. Wat gaan we maken?
appelflappen en worstenbroodjes. Appelflappen en worstenbroodjes. Wat leuk is aan de Zweedse campings is dat ze daar ook altijd een hele keuken bij hebben zitten die je gewoon zo mag gebruiken. Het is niet heel lekker weer. Het is gelukkig wel droog, maar het is vrij fris. Dus ik dacht, spelletjes mee. Gaan we lekker daar binnen zitten. Lekker bakken. Spelletjes spelen. Gewoon gezellig. Dus even kijken naar de ovens. Hier heeft iemand net zijn afwas gedaan. Ja, ik zie het. Het staat droog. Van mijn borden. Ja. Beker. Ja, iemand heeft het daar even laten drogen. Komt hij het straks ophalen. En hier is nog een oven. Gaan eens even kijken wat voor ovens het zijn. Nou, dan gaan we eens even kijken of de oven het goed doet. Want ik weet niet helemaal of ik hem goed heb ingesteld. Want we hebben hier heel erg goed gestoken om even lekkere worstenbroodjes te maken. Doen we hem in het midden van de oven. Zo, en dan 25. Nee, dat is niet waar. 15 minuutjes. Onder het genot van Kim de handpan zal ik eventjes laten zien waar we zijn op de camping. Ik denk alleen als ik wegloop, dan hoor ik het niet meer. Hierachter is de binnenkomst, receptie, vlag van Scandinavië en op de kop. Je ziet hem niet, want het waait eventjes niet. Dat is ook wel... Maar dat is de vlag van de Sami. Die hebben hun eigen kleuren. Die zie je overal terugkomen rond de wildernisroute, waar we natuurlijk nog steeds op zitten. Ik zal het even verder een beetje laten zien. Wat heb je gedaan? We hebben daar een heel groot dakkasteel gemaakt. Ja. Het heeft een tuin, een gracht. En we hebben er boosjes bij de geul opgehangen. Zodat het net lijkt alsof ze echt varen. Oh. En we hebben allemaal buggetjes. Nou, laat maar zien dan. Oh, wauw. Er staat zelfs een plant. Oh. Dat zijn fruitbomen. Zijn het fruitbomen? Ja. En wat voor fruit groeit daaraan? Appels. Appels. Lekker zeg. En wat zien we nog meer dan? Daar een boekje. Hier is een dierenverblijf. Ja. Dit is een brug, ja. En hier is een trappetje. Ik zie het. Een trappetje naar het fort. Oh, en de veer stort in. Oh, wat vliegt daar? Dit staat voor beest. Een beestje. Hey, en hier is, wat was hier de dierentuin? Een dierenverblijf, alleen hier zat ook nog een schildpad, maar die heeft de ziel kapot gehad. Oh, jammer. Maar dat maakt niet uit. En daar hebben we nog een brug. Ja, en ik had wat hier nog een klein beetje.
En de bootjes. Die varen in de gracht. Nou, ik vind het mooi hoor, jongens. De stikvlieg gaat op je zitten, mama. Jullie dat zelf gemaakt? Ja. Allemaal zelf. Allemaal zelf. Goed gedaan. En later die dag gaan we op de fiets Vilhelmina in. Vilhelmina ligt aan het meer Volgsjön in het landschap Lapland en de provincie Västerbottens-Ian. Het dorp heeft zo'n 3400 inwoners. De nederzetting begon rond 1770 en heette toen Volgsjö. De kapel werd in 1782 gebouwd. In 1804 veranderde Volgsjö zijn naam in Vilhelmina, vernoemd naar koningin Fredrika Dorothea Vilhelmina van Baden, vrouw van de Zweedse koning Gustav IV Adolf. Het gebied werd oorspronkelijk bewoond door de Sami, maar later trokken ook mensen uit de omgeving en uit andere delen van Zweden deze kant op. Zo, het is tijd voor een fikaatje. Jongens, hier. Ik had zo'n vissoos moeten pakken. Hey, Kooi. Is het lekker? Ja, ook lekker, Sepp? Oh, wauw. En hier laat Emiel zien hoe het echt moet. Zo! Een beetje halverwege het meer. Maar de rust die je hier ervaart, dat is wel echt heel vet, heel relaxed. Echt bijzonder. De stilte. Ik hoor nog wel wat kinderen daar op de achtergrond spelen in de speeltuin. Maar enorme rust. Vet. Ik zal even een rondje laten zien. Naar de kant gevaren en ik heb een passagier opgehaald. Wie is die passagier? Ik Jee, kijkje. Is het leuk op de sub? Ja. Leuk, vind je het spannend? Nee. Nee, papa kan het draaien goed. Wel. Papa kan het zo goed, ja, we draaien. We gaan mee met de stroom. We gaan even een rondje om de duikplank heen. We willen niet te ver. Kijk, zin. Oh, een beestje. Ik denk dat we hem misschien erop hebben staan. Kijken met heel veel plezier terug op de avonturen die we beleefden op de wildernisroute. Helaas zat het weer niet altijd mee, waardoor we bijvoorbeeld een uitzichtpunt hebben overgeslagen, we niet altijd met de drone konden vliegen en we niet zoveel buiten waren als we zouden willen.
We vermoeden wel dat het vrij rustig was met andere reizigers vanwege het weer, dus dat is dan weer het voordeel. We hopen dat we jullie mee hebben kunnen nemen in onze avonturen en dat we onze beleving over hebben kunnen brengen. Als dat zo was, vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. En met deze prachtige zonsondergang sluiten we deze vlog en onze special van de wildernisroute af. Tot volgende week!